valt het dit stuk. We gaan het testen vandaag. Dus corona. Is het geld? Ja. Oké. Okay. Vandaag dinsdag en ik ben vanmorgen opgestaan met hooikoorts. Ik voelde me de afgelopen paar dagen al niet helemaal denderend. En toen dacht ik van, hé, dat kan maar zo zijn dat ik iets onder de leden heb. Ik had ook al een paar dagen last van aftas. En nu heb ik zeg maar last van hooikoorts. En wat ik daar tegen moet doen is gewoon die medicijnen slikken ervoor. Dus heel verschrikkelijk is dat. Je hebt een beetje last van je keel. Kijk, het is er maar zo, ik hoest niet. Ik heb geen koorts. Niet de griepsymptomen of zo. Dus ik ben gewoon verkouden. Of ja, ik heb een allergische reactie op de hooikoorts, op die pollen. Dus dat is het enige. Dus ik hoef me daar niet voor te laten gaan testen, want dat werkt toch niet. Want ja, ik denk toch dat haast negatief eruit komt. Nou, wil ik je kerstboom opruimen, wat gebeurt er? Valt er dit stuk? Oh, kan ik dat opgeruimen? Dat doen we dan wel even. Dinsdag en ik ga me laten testen vandaag. Dus corona. Ik heb straks even om 10:30, of 3 minuten voor 10:30 die afspraak staan. Mijn moeder gaat straks voor mij boodschappen halen voor het avondeten en sowieso ook voor het lekkers. Dus ik heb geld gekregen van gisteren. Dus ik heb een gisterboodschap gaan halen, maar toen had ik dus last van mijn keel. En even later ontwikkelde ik ook een hoest erbij. Dus ik dacht, nou, laat ik maar gaan testen. Dus ik heb gisteren al die afspraak gemaakt. En ja, ik ben straks staan. Dus ik hoef niet te. En ik kan natuurlijk, mag ook niet. Ik heb net die test gehad. En ik zeg het je, het is gewoon vervelend eigenlijk. Vooral in je keel en in je neus. Nou, echt bah. Tegen mij zeiden ze van dat ik mijn neus, of dat bij mijn neus en mijn ogen open moest houden. Nou, automatische flex is dat je ogen dicht doet. Mijn moeder gaat zo meteen, komt ze hier naartoe. Dan gaat ze dus eventjes boodschappen van me halen. Want ja, ik mag tenslotte de dus daar niet de deur vooruit. Huh? In de plastic kastje zit wissel geld. Ja. En de kassabonnen.
Oké. Ik krijg 3,30 euro. Oké, dan maak ik dat straks over. Ik film het even. Ja. Een Albert Heijn. Verzorger. Verzorgdienst van Albert Heijn. Alleen ik heb niet een blauwe. Uniform. Nee. Nee. En niet een blauwe fiets. Ook dat niet. Nou, toen zie je ermee. Ik hoop dat ik alles goed heb gedaan. Vast zo. Nou, succes. Ik ga voor de universiteit kijken. Het zijn van die mooie beelden wat dat zijn. Klopt. Goed, maar dankjewel voor de boodschappen. Ga je dit net geroken? Nee. Ga je hem gewassen dan? Ja, dat lekker. Oké. Kan je hem gebruiken. Ja, moet je de andere weg doen. Nou, dan ga ik naar huis toe. Oh nee, eerst... Eerst universiteit en dan naar huis. Dan naar huis. Nou, wat tijd heb. Ja. Nou, succes. Ja. Ik boodschappen gedaan. Ja. Oh nee, bezorgdienst. Bezorgdienst Albert Heijn. Ja. Ja, doeg. Waarom ik niet de mond kapot los is als mijn huis gaat zijn. Los is verder mee. Dus vandaar ik jou dus mond kapot heb. Nu ga ik komen, kan ik helemaal besmetten. Ik ben dit aan het eraf maken. Die burrito smaken. Dat heb ik niet, die heeft moeder vergeten. Ik ben gedoucht en ik zie net in één keer een mail dat ik mijn uitslag kan zien. Dus ga ik even gelijk even kijken. Best wel snel eigenlijk. Echt heel snel. Het is 9:30 s'avonds. En ik kan het nou al zien. Oh, gelukkig negatief. Echt fijn dat ik negatief ben. Dan ga ik mijn moeder even bellen. Ja? Ik lig al in bed eigenlijk. Oh, sorry. Hoor. Ik kreeg net een mail met de uitslag. Negatief. Het is geen corona, gelukkig. Gelukkig niet. Ik was buiten even mijn scooter te wassen. Ik heb 2 doeken die boos zijn. Dat is die. En die. Dus die 2 gaan in de was. Die andere is een oliedoek. Onder andere. Maar ook om gewoon de vuiligheid van mijn scooter af te halen. Dus ja. Maar echt. Zo vies is mijn scooter. Aan de onderkant. Ik krijg het niet helemaal schoon. Maar dat doe ik wel even bij de wasstraat. Wasbox een keer. Even goed schoon spuiten. Want daar hebben ze een krachtige straal. We hebben hier geen tuinslang. Maar dat heb ik omdat het spreekflacon gedaan. Water erin. Het is in principe hetzelfde. Dus ja. En nee, ik ga niet jullie voertuigen schoonmaken. Dan moet je even helaas zelf doen. Van de week hebben wij een nieuw dakraam gekregen. Kijk. Oh. Kijk. Want eerst was hij echt heel erg vies. Echt heel beschimmeld en alles. Godverdomme. En dan kijk ik helder naar boven. Dus dat is fijn. Alleen dan moet ik even mijn naam op het pak yoghurt zetten. Om hier in de koelkast te leggen. Vanwege huisgenoot. Vandaag vrijdag en ik heb dus ook een mail gekregen vanuit de woongroep hier met dat ik het vaccin kan laten zetten. Tenminste, ik heb die uitnodiging ervoor gekregen. Vanaf volgende week dinsdag, dus op mijn verjaardag, dus de 19 januari, starten ze met vaccineren. Er zitten natuurlijk uiteraard 2 weken tussen voor bij het eerste vaccin en het tweede vaccin zitten 2 weken tussen. Het is vandaag zaterdag. Het is 1 uur 's middags. Ik ga zo meteen richting de Uilen. Die jullie laatst ook hebben gezien in een vlog. Daar ga ik nog een keertje even naartoe. You're gone now.
Zondag. En ik heb net even gegeten. Dan ga ik zo nog even tanden poetsen. Want ik was best wel laat weer wakker. Ik moet zo meteen eventjes de badkamer even gaan doen. Tenminste de badkamer schoonmaken. Dat is nog even wat ik moet doen. Het is bijna bedtijd voor mij, want het is nu bijna 9:30, maar om 10:00 ga ik slapen. Morgen gaat dus mijn wekker gewoon hartstikke vroeg weer af. 6:30. Het is niet zo vroeg als voorheen ook ochtend, zeg maar dus het is nog te doen. Dus morgen sta ik om 6:30 op. Ja, voor de rest is het eerste woord de planning van morgen nog, maar goed, werken en even dingen, even iets op de post doen, boodschappen doen. Vlog afmonteren, dat moet ik wel nog doen. Net was er een foutje ontstaan met Premiere Pro. Ik hoop dat je toch, ondanks dat het een beetje een rare week is geweest, toch leuk vond om naar deze vlog te kijken. Laat uiteraard ook een leuke reactie achter. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te beneden om elkaar te abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Druk ze dan zeker ook op het belletje, zo krijg je altijd een melding wanneer ik een nieuwe video upload op mijn kanaal. En dan zie ik volgende week bij een nieuwe weekvlog.